situaties is dat gebruikelijk. Het geeft wel aan hoe serieus de situatie is. Maar hoe vaak is dit voorgekomen? Het kan mij niet herinneren dat de NAVO-secretaris-generaal zegt dat het grootste gevaar voor de veiligheid van Europa in decennia is. We hebben deze mate van opbouw van Russische troepen die we nu zien aan de grenzen van Oekraïne, hebben we in decennia niet gezien. Juist. En hoe alarmerend is die situatie dan wat u betreft? Die is zeer zorgelijk. Zeer zorgelijk. Laat ik vooropstellen dat we geen enkele indicatie hebben over de intentie van Poetin of het besluit wat hij daadwerkelijk gaat nemen of dat hij al een besluit heeft genomen. Ja. Maar als we kijken naar wat er feitelijk gebeurt op de grond, dan is er een zorgelijke situatie. Want dan kijken we naar wat hij zou kunnen doen. Maar wat zijn dan de feiten van de afgelopen dagen die maken dat deze alarmerende boodschap vandaag de deur uitgaat? Wat hebt u dan precies gezien? Nou, we zien al een aantal maanden iets gebeuren. Er staan nu meer dan 130.000 troepen aan de Oekraïnse grens. Ja. Die heb je niet overnight vanuit Rusland verhuisd. Nee. Die zijn ook niet allemaal meteen inzet gereed. Dus het plannen van zo'n operatie, dat gebeurt niet op een bierveeltje. Daar gaat heel veel planning in zitten. Ja. En langzaam zien we al die puzzelstukjes op elkaar vallen. Maar dus wat zijn dan de laatste puzzelstukjes die leiden tot deze alarmistische boodschap? Ik zal een aantal voorbeelden geven. Dus wat we hebben gezien over de afgelopen maanden is eerst het prepositioneren van materieel. En u ziet daar hier een voorbeeld van. Ja. Vervolgens, voor dat materieel, zul je ook personeel moeten hebben. Dat personeel dat moet vervolgens eten. Alle voertuigen die daar staan, die moeten voorzien worden van brandstof als ze worden ingezet. Dus we hebben lijsten van meer dan 100 indicatoren die aangeven wat moet er nog gebeuren voordat troepen inzet gereed zijn. En daar komen we nu, en daar doelde de secretaris-generaal vandaag op, we komen een beetje aan het eind van de indicatoren.